Superleuk dat je er weer bij bent bij onze nieuwe weekvlog. Deze week een iets andere stijl. Ik ga de vlog deze week een beetje aan elkaar praten. Ik weet niet of we het nou zo heel leuk vinden dat we elke keer zeggen: goedemorgen, het is vandaag. Dus ik kom een paar keer in beeld. Laat even weten of je dit leuk vindt. Of dat je toch liever de oude stijl hebt. Of dat je misschien wel een ander heel leuk idee hebt. Deze week gaan Daan en ik iets superleuks doen. We gaan een dagje weg met Just en een clinic rijden. Blijf vooral kijken. We beginnen deze week met de vraag van Julie. Zo, koffie is. Ik ben er nog vandaag. Oh, oké. Okay. Ja, Julie zit volledig in onze vlog van vorige week. Ze heeft hem denk ik nu al 6 keer gezien. En ik krijg elke keer vragen over een vlog. En dan wordt ze ook boos, soort van. Waarom heb je niet verteld dat Just gewond is? Sorry. Jolie die had weer ik kreeg de volgende vraag alweer gesteld. Dus ik dacht, nou, ik zal het ook even aan jullie laten weten. Misschien zeg je ook wel, nou, ik heb echt geen idee wat het is. Jolie vraagt zich dus af wat Italia in deze video van, dus niet, als jullie dit zien, is dat niet de video van vorige week zondag, maar de zondag daarvoor. Hij zal ondertussen ook ergens even gelinkt zijn. Die heeft dus een staartbeschermer aan haar kont, zoals jullie het noemen, als aan haar staart. Kijk. Dat. Oh, wat hij aan zijn staart heeft. Ja. Als paarden in de trailer staan, gaan ze, hè, natuurlijk doordat het beweegt, gaan, komen ze ook naar achter. En soms gaan ze ook een beetje tegenhangen tegen de klep van de trailer, waardoor ze dus de staartwortel kunnen beschadigen. En dat willen we natuurlijk niet. Dus dan doen we een staartbeschermer om. Ja. Snap je? Wij zijn zelf helemaal fan van de staartbeschermers van Bukas. En die kan je dan ook vastmaken aan het dekje. Dus dat is echt top. Deze week helemaal geen Atos of Azo in beeld. Dat kan natuurlijk niet. Dus bij deze een kussie van Atos. Daan gaat een proefje rijden voor de We Are Right Summer Challenge. Hebben jullie wel eens een online wedstrijd gereden? Laat even weten in de comments. Gaan Daan en ik een nachtje weg. Just gaat logeren op de Recht Dressagecenter. En Daan gaat de dag na een clinic rijden bij Bastiaan de Recht. Bastiaan is gespecialiseerd in de klassieke rijkunst. Hij rijdt zelf ook Grand Prix. Hij doet heel veel werken aan de hand. Hij heeft ook verschillende cursussen in. Nou, voor Daan echt super gaaf om daar een clinic te rijden. Ze heeft ook al die cursussen gevolgd voor aan de hand werken. Dus blijf kijken. Wie dacht dat het een goed idee was om op vrijdagmiddag te gaan rijden? Ik heb geen idee. Het is geen goed idee, mensen. Het is alleen maar file. Ondertussen doen we er ongeveer 3,5 tot 4 uur over. Ja. Ja. Wij komen daar ongeveer om 4:15 aan. Zijn we halverwege al? Nee. We zijn nog niet halverwege. We moesten in totaal 247 en we nu zitten nu op 188. Nog 188 kilometer. Dan kleden we ons à la paardenmeisjes maar even om in de auto. En dan gaan we uit eten gezellig met de mensen die daar al zijn. Dus dat is wel super leuk. Even doorbijten, Dani. Dat doet ze ook aan de hand van een cursus, een online cursus die ze al gevolgd heeft van Bastiaan. En nu gaan we echt naar hem toe, echt super leuk. En krijgt Daan een clinic van hem. Ik ben wel echt heel benieuwd ernaar. Ja. Ook wat hij van Just vindt en hoe dat met Just gaat. Want Just is natuurlijk best een hele gevoelige merrie. Dus dat is voor ons ook echt even om te kijken, super leuk. We gaan het even anders doen. We zijn omgekeerd, want er staat echt alleen maar file. Just was het stilstaan echt heel erg zat. Dus we zijn omgekeerd. We gaan dan nu even naar de benzinestation hier zo. Dan gaan we haar even afspoelen. En dan gaan we er wel wat langer over doen. Maar dan kunnen we wel in één keer doorrijden, want er moet nog 2,5 uur. Dus dat is zo even de, tot zover even de update van onze superreis. Kijk eens waar je nu bent!
Jess, die staat echt super rustig. Die staat hier echt zoals hier al altijd staat. Ze hebben even gegeten, gedronken. We hebben zelf even gedronken. En nu gaat Daan dus even logeren. En dan gaan we omkleden en lekker eten. Wij hebben net heerlijk gegeten. Bij het boshuis. Het is nu in ieder geval 21:50. En wij gaan nu rijden naar Emmen. Dat is nog een half uur. Dus dan gaan wij zo meteen om 21:15 inchecken in het hotel. Morgen 8:00 ontbijten. En dan gaan we weer terug. Daan heeft Jessie de beschermertjes en zo net allemaal al gedaan. Wij gaan onderweg naar Emmen. Waar moet ik dan nu naartoe? Nou, dan moet je even kijken op je navigatie, meid. Ik denk linksaf. Ja, lekker. Voel je jezelf een pak ezel? Een klein beetje. Nou, als jij dan anders weer tilt. Oh, gil ze nog harder. Oh, kijk, we kunnen lekker koffie drinken. Oh, dan kan ik nog wel lekker theetje nemen. Ik ben lekker gedoucht. Wat zitten we te kijken eigenlijk? Oh, je nek. Ik heb lekker gedoucht. Ik ga een luisterboekje luisteren. Daan, ik ga nog even gauw een douche nemen. En dan kunnen we morgenochtend om 8:00 ontbijten. Hoe laat is het nu? Het is 11:00. Dus we kunnen, nou, 7:30 slapen. Goedemorgen, we zijn wakker. Het is 8:15. We gaan even aankleden. En misschien een beetje opmaken. Die wallen een beetje wegwerken, want Daan die lag echt heerlijk te slapen. Maar Daan die praat in haar slaap, dan was ik even niet op voorbereid. Dus elke keer als ik zo helemaal zo lekker lag, dan begon ze opeens ponykom, ponykom. En ik dacht, nou, dan lag ik weer soort een half uur met een gierende hartklep. En dan dacht ik, nou, dan las ik weer rustig en lag weer bijna te slapen. En dan was het, waar? En dan dacht ik, oh, oké, sorry. Nou goed, ik heb nog wel even 5 uurtjes geslapen. Tijd om aan te gaan kleden en te gaan ontbijten. Wij hebben heerlijk ontbeten. Hebben wij heerlijk ontbeten? Ja, heerlijk. Wij hebben heel snel ontbeten, vooral. Wij hebben onze tas daarna volgegooid met ingepakte ontbijtkoekjes en eten. En eten, want Daan en ik zijn niet van die makkelijke eters. En vanmiddag komen daar dan waarschijnlijk, broodjes die al opgemaakt zijn met sla en saus en allemaal lekker. Vinden wij dat lekker? Nee. Dus wij hebben in de tas allemaal ontbijtkoeken en crackers en pindakaas gegooid. Appels ook. Daar gaan we vandaag blijven. Half uurtje rijden. En dan zijn we er. Dan kunnen we just nog eventjes stappen. Dan gaat het programma om 9:30 beginnen. We nemen jullie mee in deze superleuke dag. Wij hebben er echt heel veel zin in. Het wordt wel een beetje lang, maar wel heel erg leuk. Stond dat te hinneken, hè? Ja. Jezus, wat zou ik er wel winnen doen? Nou, echt, hè? Hij kort deze boekas. Wat? Hij is vrij kort deze boekas. Ja, kijk eens, lekker Justy. Ja, dankjewel. Hoe zit het met jullie anatomie? Even, we gaan helemaal niet zo diep op veel, want het is een beetje, het gaat een lang uur. Maar als je naar een paard kijkt en als je een paard rijdt, dan kan je gewoon simpel denken van, we hebben de hals, het cervicale gedeelte, we hebben de borst, het thoracale gedeelte, we hebben de lende, de onderrug, dan hebben we het heiligbeen waar het bekken aan vast zit en de staartwervels. En dat is wel heel belangrijk, met name als je het over zijgang hebt. Zijgang heeft natuurlijk enorm te maken met buiten de lengtebuiging, dus enorm lang met de laterale buiging. Zonder laterale buiging kan je dan niet een volt op. Kan je niet wijken, kan je geen schouder binnen, te ver, of hier, niks. Ik ben mijn haar even aan het doen. Wat gaan we nu doen? We gaan nu kijken naar een paard aan de hand. Ja. Ja, ik weet het niet.
We hebben net een paar hele leuke clinics gehad. Heel leerzaam. Daan is over de volgende combinatie aan de beurt met Just. Dus we gaan haar vast opzadelen. Dan kan Daan alvast even losrijden. Dan kunnen ze dadelijk in de kliniek gelijk aan het werk. Ik ga even spulletjes pakken en dan gaan we naar Daan. Kijk, daar staat Justie. Ik ben dus echt intens gelukkig, want ik zie net dat Daan de vliegenspray mee heeft. Wat zeg je? Of ik even Daan de rosborstje wil geven. Dat wil ik wel. En als je nou, Daan, hoor je mij? Ja. Als jij nou zou moeten zeggen van het lijkt me cool als vandaag dit of dat gelukt is of opgelost is of beter is, wat is dat dan? Als jij zou mogen kiezen van wat na vandaag deze les beter is of opgelost moet zijn, wat zou het dan zijn? Wat wil je echt? Ja? Oké. Okay. Verzamel is? Ja? Nou, zo weer gelukt. Ik ben klaar voor vandaag. Ja. Oké. Okay. Ja, precies. Oké, okay, hoor je mee? Tikkie lager te rijden. Dat hij net wat, deze mag wat meer naar je hand toe vallen, zeg maar. Ja, daar, precies, dan. Dat hij zichzelf net wat losser laat. En dat hoofd, als het ware, gewoon wat meer tussen die schouderbladen laat vallen. Zo, ja. Precies, daar. Niet verder. Als hij voelt dat hij een neiging heeft om verder te gaan, dan geef hem een beetje been. Dat hij zichzelf wel blijft dragen in die voorhand. Ja, precies, dit is goed. Oké, okay, even van hand veranderen. Okay, nou is hij stabieler in de aanleuning. En is hij mooier in de hele bovenlijn, heeft hij flexie. Ja, en ook in die hoeken, dat hij net wat lager blijft. Je van daaruit iets meer kan stellen. En die buigen om je binnenbeen, alsof je hem op je binnenbeen die hoek inbijt, zeg maar. En dat hij dan heel mooi stabiel en geven, daar zo wat lager onder blijft, daar. Ietsje lager weer. Daar, ja. Dat. Ja, precies. Anders dan spant hij zichzelf net iets te veel op. En als we hem willen verzamelen, dan weet ik zeker, met dat, dan trek je de rug eigenlijk te hol. Oké, okay, nou, dat kan je dus eigenlijk al zien in de warming-up. En dus wil jij in je warming-up erg aandacht aan besteden aan die nagevelijkheid, doeglessigheid. En dat betekent bij hem ook dus een iets lagere ronde hoofdhalshouding. Dat we daarmee kunnen gaan schakelen, overgangen, buigen, et cetera, et cetera. Zo, laten we maar eens wat langzamer draven in deze hoofdhalshouding. Dus hou hem laag en net iets langzamer. Zo ja, en dat hij toch heel stabiel gewoon die hals had hangen. Ah, zo ja, dit. Dit. Nou, rustig weer iets naar voren opbouwen, richting het midden eraf.
Zodat hij ruimer wordt, niet zozeer sneller. Ja, precies. En hou hem laag. Nog iets ruimer. En weer langzaam draven. En in het langzame draven laat je een beetje de zwoem komen. Dus zo langzaam dat je voelt dat hij meer gaat swingen. Nog langzamer. Daar ja. Daar ja. En dan ietsje op je binnenteugel een klein beetje stelling vragen. Dat hij ietsje losser laat in de stelling. En voorwaarts. Ja, en weer langzaam. Dus ook jij mag meer contrast maken. Meer verschil tussen langzaam. En als je naar voren rijdt, dat je dat ook zodanig doet dat je ook echt voelt dat hij zijn benen eruit draaft, zeg maar. En ga los. Tak weg. De achterkant de boel meer afzet meteen. Ja. Niet dat hij in de voorhand begint te galopperen, maar de achterkant de boel opduwt. Oké, weer een draf. Denk meteen aan die flow, voor het eerst in de hals, half laten vallen, meer naar gevelen. En go. Ruimte. Super. En ga los, tak weg. En door. Goed zo. En weer naar draf. Gevelen. Ja, goed. Ruim draven. Toen zo volgen. Iets weer die hals proberen uit te laten schuiven, zeg maar. Voorwaarts, neerwaarts. Laat vallen. Goed zo, dat ja. Goed zo. En naar stap. Vuilrust. Het is nog warm nu? Valt mee. Nee hoor. Oh, pak maar op. Dat is goed. Goed. Het is twee delen. Gaan de voorkant weer besteden. Wij zitten in de auto onderweg naar huis. Wij hebben het echt super leuk gehad. Ik spreek even alleen voor mezelf, Daan. Ja, ik vond het ook echt super leuk. Super, super leuk. Ja, en heel veel geleerd. Just ook. Just heeft ook heel veel geleerd. Bastiaan was ook echt heel erg te spreken over Just. Hij vond Just een super slim paard, dus dat is natuurlijk altijd leuk om te horen. Uiteraard zijn we nu even onderweg naar de Mackie om even eten te halen, want het is ondertussen 7 uur en wij hebben best wel honger. Gebruik de rechterrijbaan voor afslag 2 richting Meppel. Dus wij gaan lekker eten. We hebben lekker frietjes. En wat te drinken. Yummy! Nog 1 uur en 19 minuten rijden en dan zijn we thuis. En dan zou je denken, we komen thuis, we gaan lekker een kopje thee drinken, we gaan ontspannen. Even bijkomen van al wat in de auto zit, maar nee. En alle informatie die en alle, alle informatie die we mee hebben gekregen. Maar niks is minder waar, want als wij zo meteen thuis gaan, dan gaat Just uit de trailer, spullen gaan er gauw uit en dan wordt alles ingeladen, want bodycamp! Dan gaat het echte leven beginnen. We zijn zo laat thuis dat het gewoon het hek al op slot zit. Lekker bezig, wijfie! Dagen. Het is zondag en we gaan op ponykamp. Ik heb net mijn eigen tassen allemaal in de auto geladen. Dus ik moet nu nog even Caesar zijn spulletjes pakken. Want Caesar gaat met me mee. Oké, ik heb nog nodig een vliegendeken, een vliegenkap, zadelhoofdstel. Misschien dat ik nog een Recuptex dekentje meeneem. Volgens mij heb ik alles. Ik was bijna het belangrijkste detail vergeten. En dat waren mijn laarzen. Ik ga nu eventjes langs de auto. En dan even mijn check doen met mijn lijstje of ik echt alles heb. Een kijkje in de zadelkamer.
pak ik mijn telefoon erbij, want daar heb ik alles op staan. Kijk, ik heb een checklijstje gemaakt. En mijn sponsor heb ik, mijn EHBO-set heb ik. Paspoort moet ik nog halen, zadeldekjes heb ik. Regenjassen, daar moet ik wel nog even kijken. Ja, ik heb alles, denk ik. Ik heb mijn bed. Chels gaat nu Caesar pakken. En dan gaan we inladen. We gaan nu even kijken welke box ze mogen. Maar we gaan hem wel vast uitladen. Daar zijn we! Daar zijn we! Waar ben je nou? Waar ben je nou? Houd je oma helemaal mee vol met de confetti. Ik ben daar weer. Oké, ik ga even bij de hoek zijn. Sorry, ik kon het niet laten om toch nog even een keer een Fries in beeld te doen. Aaltos is echt mijn grote vriend. Super leuk dat jullie hebben gekeken. Vergeet niet even te liken en te abonneren. En laat even weten wat je van deze nieuwe stijl vond. En dan zien we jullie volgende week weer. Doei! Wil je nog een kus geven? Mwah.